mijn kanaal. Vandaag heb ik dus een soort van een vlogje weer. Ik ben echt voor het eerst uitgenodigd voor een event voor bloggers. En ik ben zo ontzettend zenuwachtig, nerveus. Maar ik heb er wel heel erg veel zin in en ik neem jullie mee. Maar ik moet echt heel erg opschieten. Ik moet echt heel erg opschieten. Dus ik ga... Oh nee, wacht. Ik ga nog niet. Heel veel plezier met het kijken van deze video. En doe ook alvast je duimpje omhoog. Ja, nu moet ik echt gaan. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Take two. I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, cause when your head's right. Maar allereerst wil ik ook mijn team bedanken voor het evenement. Het is het eerste evenement dat we hebben georganiseerd. We bestaan nog maar een jaartje. Dus we hebben hier Paul Wilkens. De zin van de Nederlanders die gewoon een smartphone hebben. Nou, dat is goed nieuws. Als we kijken naar andere trends waar wij mee te maken dag en ik zal jullie even laten zien wat er in deze gigantische goodiebag zat. Deze. Het zit echt prop en pop vol. Dus daar ga ik zo even mee beginnen. Ik heb zelf eigenlijk nog niet helemaal gezien wat erin zit. Ja, een klein beetje gespikt. Dus ik heb al gezien dat er een lipstift is. Die dus zonder dop zat en echt alles zit eronder. Dus ik hoop dat het wel meevalt. Maar ja, we zullen het zien. Ik ben dus naar het bloggers event geweest van Healthbox en van Beautybox. Heel veel fit gurus ontmoet. Ja, was gewoon heel erg leuk. Was echt een hele leuke ervaring. Het was mijn eerste event ooit. Dus ja, echt heel bijzonder om het mee te maken. Heb je zin in deze video? Doe dan alvast gezellig je duimpje omhoog. Oh, grapje, dit is niet echt een video. Het is al het tweede deel van video. Oké, laten we met de goodie bag beginnen. Eerst heb ik hier een tasje. En dit tasje zat zeg maar niet in de goodie bag. Maar dit kreeg je als een aparte goodie bag bij een stand. Want er waren verschillende merken aanwezig. En dit had er vooral met beauty mee te maken. En gezondheid, dus allemaal supplementen. En ook wat verzorging dingen. Het eerste wat erin zit is eye care. Dit helpt bij droge ogen. Oh, dit is een voedingssupplement. Er zitten 60 pilletjes in. Dat is trouwens wel heel handig voor mij. Want ik heb best wel droge ogen. Ik heb er niet elke dag last van. Maar wel echt regelmatig. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit werkt. Wow. Hoe ziet het eruit eigenlijk? Oh my god. Oh wow. Gewoon pilletjes. Capsules. Nou, ben benieuwd. Dan heb ik hier verstevigend anti-rimpel masker voor décolleté en borsten. Dit is hoe het eruit ziet. Ben benieuwd of het werkt. Gebruik. Breng het masker 's avonds aan op de borsten en het décolleté. Voel niet vet en plak niet. Laat het hele nacht inwerken. Oh, je moet het 's nachts opsmeren. En het zorgt ervoor dat je huid steviger wordt. Ja. Ik weet niet of ik dat nu al nodig heb, maar ja, we zullen het zien. Dan is dit ook een voedingssupplement. Dit is hoe het eruit ziet. En dit is een... Oh, ik zie het al. Dit is een vlierbessenextract. Dus het zijn gewoon antioxidanten die je dan slikt. Dan is dit ook een voedingssupplement. Ondersteunt in stresssituaties. Volgens mij zijn het van dat snoepjesachtige dingen. Ondersteunt de reinigende werking van de lever. Als je wel eens alcohol gebruikt of niet gevarieerd eet, dan kan de lever soms ondersteuning gebruiken. Oh, dus daar is het voor. Nou, wat grappig. Het zijn pilletjes. Ik ben benieuwd of het werkt als je een keer brak bent of zo. En dan het laatste wat erin zat is deze huidverzorgingsolie uit Chili. Het is voor striële littekens, rimpels en droge huid. Dit is hoe het eruit ziet. Mooie roze verpakking. Oeh. En dit is hoe het flesje eruit ziet. Ziet er cool uit. Oh, een pompje. Ook nog handig. Als je trouwens ergens meer over wil weten, moet je even bij de comments achterlaten. Zou ik daaraan denken en zal ik in de toekomst even wat meer informatie over geven. En even vertellen hoe het mij beviel. En dan verder naar de goodie bag. Eerste wat ik eruit haal is deze
Sulfree. Ja, daar hebben we gisteren nog over gehad. Van wat zal dit nou zijn? Dit is volgens mij iets dat je in je wijn moet doen. En dat het dan je wijn beter maakt of zo. Oh, een schattig flesje. Hier zit zeg maar zo'n schattig mini flesje in. Dus je haalt sulfiet uit je wijn. Omdat sulfiet vervelende bijwerkingen kan hebben. Of omdat je wijn puur wil drinken. Nou, je moet het dus in je wijn doen en dan maak je je wijn beter. Oeh, wat is dit? Ja, kijk. Dat is dus wat ik bedoelde met de lipstick. Hier zit hij ook al. Echt alles is eronder. Dit is chips van ananas. Wat? Oh mijn god, dit wil ik proeven. Oh, dit zakje is zo stevig. Oh, stinkt wel trouwens. Maar heel erg benieuwd. Lekker. Wow. Lekker, wat zit erin? Alleen ananas en rijstsemmelonoli. Wat? Wat staat hier? In ieder geval, er zit 98% ananas in en 2% rijstsemmelonolie. Echt lekker. Van het merk Green Day. Dan heb ik hier visolie. Oh, wat handig. Het stinkt altijd wel echt ernstig. Oh, het zit nog dicht. Ik haal het nog even dicht. Maar dit is wel handig hoor. Oh, hier zit ook al lippenstift op. Ik denk dat ik straks even met een doekje alles moet gaan schoonmaken. Ik ben ook heel benieuwd hoe de lipstick er nu uitziet. Oh ja, dit reepje heb ik gekregen van BioBite. Gisteren kreeg ik het mee om het te proeven. Moet ik wel even opeten, want hij is niet zo lang houdbaar. Omdat het rauw en natuurlijk is. Deze twee blikjes drinken zit volledig onder de lipstick. Maar deze zat ook in de girls bag. Dus dat is wel grappig. Hier zit het ook weer in. Oeh, een zakje. Wat zal erin zitten? Oeh. Ja, dit is dus... dat was best wel grappig. Er was dus een winactie. En je kon een heel pakket van dit merk kopen. Of kopen, winnen. Echt een waarde van 200 euro. En ik wilde vet graag winnen. Maar natuurlijk heb ik niet gewonnen. Maar dit is ook van hetzelfde merk. En dit is een mini, denk ik. En dit is een facial oil. Klinkt goed. Ben benieuwd. Oeh. Kijk eens, jongens. Zie je dat ik niet overdreef toen ik zei dat lipstick overal zit? Dit is een chai tea mix. Nou, die ga ik eerst even schoonmaken. Het is dus een kruidige thee. Ik ben echt gek op chai latte. Hopelijk kan ik het thuis maken. Gewoon een chai latte. Een barbecue saus. Suikervrij, vetvrij. Oeh, van het merk To Be Slim. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Oké, dit zit dus ook echt volledig onder lippenstift. Maar dit is een masker van het merk Mud Musky. Het is goed voor je poriën. Anti-aging, brightening, smoothing. Oeh, ben benieuwd. Wat is dit? Intimate wash gel. Dit is denk ik voor je vagina. Dit is dus voor je private parts. Wat een leuk flesje. Ik ken het merk ook helemaal niet. Dit is van het merk Zaya. Lily of the Valley. Ja, ik weet niet. Ik vind zulke dingen altijd best wel eng of zo. Omdat volgens mij hoort daar geen zeep gebruikt te worden. Dit is volgens mij niet per se voor vrouwen. Het staat niet voor vrouwen. Geen ding. Het staat er niet. Dus misschien is het ook gewoon voor mannen. Oeh, een lip gloss. In dit schattig kleurtje. Dit is van het merk Hot Makeup. Oeh. Ruikt best wel lekker. Ik draag nooit lip gloss. Maar dat komt ook omdat ik geen lip gloss heb. Maar dit is hoe het eruit ziet. Het is echt een heel leuk kleurtje. Ik ben bang dat het dan gaat plakken ofzo. Ja, ik weet het niet. Ik ga het wel zeker proberen. Iets zegt in mij dat ik lipgloss niet zo fijn vind. Maar het is 5 jaar geleden denk ik dat ik voor het laatst lipgloss heb gedragen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oeh, dit komt me zo bekend voor. You need a blooming shower. Your nose smells rose body cleanser. Ik ben er bang dat ik iets van mijn neus krijg. Het ruikt heel fris. Ik ben benieuwd. Dit is gewoon douchegel. Wat een leuke fles trouwens. Echt heel leuk. Ja, hier was ik wel heel erg naar benieuwd. Dit is een sample van Smile Lab.
Een tijdje geleden liet ik ook een video van mij zien dat ik white strips heb gebruikt voor mijn tanden. Om mijn tanden te bleken, zeg maar. En dit is ook zoiets. Dit zijn ook white strips voor je tanden. Zo'n zakje zit erin. Het is gewoon een testertje. Ik ben benieuwd. Ik ga het wel even proberen. Dit is... Moet je dit zien? Hey, de lipstick is nu echt al helemaal op. Dit is een Dove Dermaspa body oil. Oeh, met glitters erin? Ja, oh mijn god, er zitten glitters in. Ik weet niet of je dat kan zien. Nee, dat kan je echt niet zien, denk ik. Straks ga ik echt alles schoonmaken. Oh, ruikt lekker. De laatste keer dat ik iets van Dove heb gebruikt, kan ik me echt niet meer herinneren. Terwijl ik vroeger... Vroeger was ik echt verslaafd aan Dove. En als Kruidvat een actie had van 2 plus 2, dan had ik standaard echt 8 dingen van Dove meegenomen. Ik was zo gek op Dove. Het was niet normaal. Er zitten nog een paar... Oh! Dit is hem. Nou, zoals je kan zien is die al bijna op. Maar dit is de boosdoener. Oh, wat jammer. Zat er geen dingetje op? Dat is ook gek. Oh, jawel. Hier is hij. Dit is een lip en blush stick. Ja. Momenteel ben ik er niet zo blij mee. Omdat echt alles eronder zit. Ik moet zelfs de hele tas gaan schoonmaken. Dan heb ik hier losse poeder. Het is gewoon een transparante losse poeder van het merk Affect. Ken ik niet, maar ik ben wel benieuwd naar. Een rib van Naked. Ik weet nog steeds niet hoe je moet uitspreken. Deze zat ook in de Good Bag van Girls Bag. Vind ik, om heel eerlijk te zijn, niet zo lekker. Maar ik geef het aan mijn moeder. Oh ja, en de deo. Ja, ook dezelfde geur. Deze zat ook in de Girls Bag trouwens. Maar is wel echt super handig. Je kan echt nooit genoeg deo hebben. Wat heb ik hier? Eyeshadow van Hot Makeup. In dit kleurtje. Wel echt een heel mooi kleurtje. En dit is Super Skin All Skin Oil huidolie. Deze goodie bag is echt niet normaal. Nagellak van Hot Makeup met glitters. Nog een nagellakje in Baby Roz. Anti-wrinkle eye cream. Oh, dit heb ik echt nodig. Dit is dus een crème voor je ogen. Dit is echt perfect voor mij. Ik heb heel veel kleine dingetjes hier. Van die kleine huidjes, kleine rimpeltjes en zo. Dus ik hoop dat het mij gaat helpen. Dan is hier een highlighter van Hot Makeup. Ik ken Hot Makeup echt niet. Ik ben echt benieuwd wat het voor merk is. Maar dit is dus een highlighter. Even swatchen. Oh, wat wit! Oh, wat? Nou, dat had ik hier echt niet van verwacht. Er zit een lila dinges in. Oh, ik hoop echt dat je het goed kan zien. Hij is trouwens echt... Nou, dat had ik echt niet verwacht. Echt niet verwacht dat deze zo mooi zou zijn. Dit is wel meer voor de winter. Ik probeer het echt een beetje goed te laten zien. Zie je, er zit echt zo'n lila kleurtje in. Zeg maar, als je in de winter, als je nog wat bleker bent, dan staat het wel heel mooi, vind ik. Dan zitten er 2 mini massageolies in van Knijp. Echt een immense goodie bag. Dat is echt niet normaal. En het allerlaatste wat erin zit is een mini blush van het merk Affect. Dit is hoe die eruit ziet. Wow, wat een gigantische goodie bag. Dat is echt niet normaal. Ik ben echt... Oeh, ik zit vol in mijn lipgloss. Oké, ik doe niks meer. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En tot de volgende keer. Doei!